Welkom bij aflevering 7 alweer van Lenny's Lijstjes. En vandaag gaan we het over iets niet zo leuks hebben. Want we gaan het hebben over de 6 allerkutste missies in games die voor zo intens veel rage quits hebben gezorgd. Ja, dat ze eigenlijk gewoon bijna niet meer leuk zijn. Hoewel hiërarchie normaal niet uitmaakt bij de lijstjes, is dat eigenlijk deze keer wel het geval. Want er zijn natuurlijk missies die kutter zijn dan andere. Dus vandaar dat we wel echt met een hiërarchie gaan werken vandaag. En op nummer 6 is Super Meat Boy. En dan in speciaal de levels van het geheime character The Kid. Want de game op zich is al best wel lastig, hè, met al die uitstekende punten en draaiende zagen en zo. Maar mocht het je lukken om het geheime character The Kid te unlocken, dan staat je wel wat heel ergs te wachten. Want er zijn namelijk missies waar bijna geen muur is en bijna alleen maar stekels. En dan moet je springen en dat is echt heel lastig. En volgens mij duurt er minimaal 2,5 uur over om één zo'n leveltje door te doorlopen. Ja, Trails HD is natuurlijk wel een tof spel en met motoren een beetje lekker over obstakels heen. Maar er zijn missies bij die ja, toch best wel lastig kunnen zijn. En in het bijzonder is dat Inferno 2. Want ja, je moet zoveel van hoog naar laag en er zijn zoveel vaten en je hebt een verschrikkelijk slechte motor. Waarbij het achterwiel de hele tijd doorschiet en dat maakt Inferno 2 een van de meest frustrerende missies uit de gamehistorie. En ja, ik kan het gewoon niet spelen zonder minimaal 5, 6, 7, 8, 9, 10 controllers te versleten. Als je het over frustrerende missies hebt, dan moet je het natuurlijk ook hebben over Mile High Club uit Call of Duty 4. Ik denk dat dat de Call of Duty was waarbij de singleplayer nog wel redelijk tof was. En voornamelijk de missie Mile High Club leverde heel veel problemen op het Veteran Difficulty. Want het was namelijk zo, je had maar 1 minuut om de missie te halen. En dat moest je echt à la Usain Bolt sprinten. Terwijl je op Veteran Difficulty was, ook nog elke kogel die je in je kreeg, maakte je bijna meteen dood. En flashbangs overal en tot slot van rekening moest je ook nog de keizers nemen op het einde met een headshot neerknallen. Die Impossible Game is ten eerste niet eens een spel. Het duurt
lang voordat je een missie hebt gehaald. Ik ben denk ik 250 keer bezig geweest om een missie te halen. Want je wil over die puntjes heen, je wil over die blokjes springen en niet naar beneden te vallen. En ik heb wortelkanaalbehandelingen gehad die fijner waren dan de hele Impossible Game bij elkaar. Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat Dark Souls er mooi uitziet. Maar wat zo intens vervelend is aan dit spel, is het You Died. Dat die tekst, het zwarte kadertje met die grote letters met You Died. En je voelt gewoon, het zijn maar letters. Maar stiekem achter die letters zit een stemmetje van ah, You Died again. Ha. En daarom is het zo verschrikkelijk. En weet je waarom nog meer? Omdat je in dat spel fucking banger bent voor de tegenstanders die net zo groot zijn als jij, dan voor zeg maar immens reusachtige demonen. En dat, oh, daarvan gaat je bloed echt koken. En het spel is fantastisch, het is heel leuk, gameplay is leuk, maar oh, wat is het lastig en vervelend en moeilijk. Oh. GTA telt ontelbaar veel lastige missies. Bijvoorbeeld dat je met een RC-vliegtuigje in GTA Vice City bommen moet gaan droppen op een werkplaats. Dat je met een RC-voertuigje in GTA San Andreas couriers moet gaan neerschieten. Maar wat wel echt het aller lastigste is in heel GTA. En dat is in GTA San Andreas de missie The Wrong Side of the Tracks. En weet je waarom? Omdat het niet eens jouw schuld is dat die misgaat. Want jij kan gewoon netjes je best doen. Jij kan naast die trein blijven rijden. Hè? Waar die, wie zijn het? Niet de ballers, maar die met die gele. Die staan daar boven op die trein. En dan moet je zorgen dat ze doodgaat. Maar jij moet dat niet eens doen. Nee, dat moet Big Smoke doen. Die zit achter op je motor. En die heeft als taak, als enige taak, om die mensen neer te schieten. En jij blijft gewoon netjes rijden. Maar hij schiet ze niet op tijd dood. En dan krijg je ook nog van hem commentaar van, oh, damn, CJ, all you have to do is follow the damn trailer. Daar ben ik zo klaar mee. Change millions of lives with this book, Rags Are Riches. This all-day seminar features workshop. Lady, enjoy it. Mike, I can't feed my kids, and the rent's due. Take the high road on the right, CJ. Are you saying this ain't the greatest country in the world? Wait, hold on, wait, everyone. USA! 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 Here Mike's favorite program, such as... All we had to do was follow the damn train, CJ. Expect less, achieve more. Ja, ik zal eerlijk zijn, het lucht wel op om een beetje zo je frustraties los te kunnen laten over je vervelendste games. Laat jij ook eventjes vooral in de reacties achter wat jij de meest frustrerende missies, niet games, missies vond. En laat ook een suggestie achter van wat je nog meer wil zien in leidingslijstjes over een bepaalde serie, bepaalde games. De tofste auto's bijvoorbeeld, de lastigste vijanden, maar al lijkt dat wel behoorlijk op wat we vandaag hebben gedaan. Tofste soundtracks. You name it en ik doe het. En dan tot volgende week vrijdag weer. De missie Mile High Club. Daarbij moet je op... Het is echt helemaal kut. Helemaal super kut. Knip. Schaar. Grote schaar. Lesbisch. Kijk hoe kinderen.